Willem Smit is vandaag onder grote belangstelling begraven in hem. Smit, oud-hoofdredacteur van onder andere Weekblad Privé, leefde de laatste jaren van zijn leven in afzondering. Af en toe haalde hij nog wel eens een visje op de donderdag, vertelde zijn buurman. Hij werd dan in een rolstoel naar de viskar gereden. Smit wordt bijgezet in het graf van zijn jong overleden vrouw Ellen. Willem Smit, zijn specialiteit in Privé, was het Nederlands Koningshuis. Hij heeft veel verhalen geschreven over prins Bernhard en oud-koningin Juliana. Ook heeft Smit zich ingezet om het circus levend te houden in Nederland. De circuswagens werden in de winter vaak gestald bij bollenbedrijf van Jan Langendijk in Hem. Ook was hij erg actief bij de Hemschool, die nu wordt afgebroken. Het boek over deze school werd door Willem Smit geschreven. Voor zijn woning, een oude stolpboerderij te Hem, werd hij door 6 dragers naar het graf gedragen onder het geluid van de kerkklok van Hem.